Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ga ik voor het eerst spelen met mijn Dark Controller die ik binnen heb gekregen natuurlijk. Even een uitleg. Een Dark Controller is een soort van Scuf Controller, alleen met zijn eigen manier. Zoals je ziet, zie je hier de twee knopjes zitten waar dus de dingen in mee verbinding staan. Zoals dat dit knopje hier, dat is links is springen en rechts is knifen. En je kan het zelf doorgeven of dat reloaden was, had ik eigenlijk ook gedaan. Maar hij is het vergeten, dus I don't care, weet je. Het is gewoon alsnog een hele chille controle. Zelf heb ik er ook twee control freaks op staan. Die heb ik zelf wel gekocht bij Game Gear. Eén hoge en één lage. Voor de rest heb ik gewoon voor de zwarte kleur gekozen. Want ja, het matcht bij mijn headset. Maar we gaan kijken of ik dus een chill potje kan neerzetten met mijn Dark Controller. Dus ik zie jullie zo meteen bij het potje. Oké, we zijn dus in een potje gejoind. Gelukkig nog net geen playing game, want hij is nog aan het aftellen. Het is een potje 10 damage op de map Metro. En ik ga nu voor het eerst spelen met mijn Dark Controller natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Ik zet de Twitter van Dark eventjes in de beschrijving. Dus wil jij een controller bij hem kopen, kan je dat via Twitter doen natuurlijk. En ja, het is gewoon super chill. En waarom ging ik dood? Oh, jammer. Maar ja, het is wel een beetje wennen, want Scuf heeft natuurlijk twee pedals aan de achterkant echt van de controller. En hij heeft zijn knopjes op je handzwalen zitten. Dus het is wel ergonomischer, vind ik. Want je vingers zitten echt op het plekje waar ze ook op moeten zitten. En dat is de bedoeling. Bij Scuf, als je kleine handen hebt, moet je soms wel een beetje forceren om goed op de pedals uit te komen. En dat is nu niet zo. Dus daar heeft hij wel slim over nagedacht. Dus we gaan op dit moment lekker. Het werkt ook prima, want het is niet moeilijk om in te drukken. Je geeft een tikje en hij springt al. Aangezien ik bijna nooit knife gebruik, I don't care, weet je. Het is wel handig af en toe om als je gun game speelt bijvoorbeeld met die vuisten. Maar we zijn de enemies op dit moment kwijt. Dus er zit in mijn team zit één iemand die is 420. Ik weet niet of het legit gehaald is of zo, maar. Oh mijn god, oh fucking hell. Ik dacht dat het van mijn teammate was, maar ja, ik heb geen flexheid op deze klas. Misschien met Ghost zou je misschien wel linksboven aan de radar kunnen zien, want ik ben echt ultra stealth op dit moment. Maar ik vind het zo'n chille klas, jongens. Ik ben bij de way ook vanavond live op Twitch. Dude, ben je serieus? Ja, wauw. Oké, ja, hier kon ik niks tegen doen. Ja, met Dark gebruiken, maar ja. Ik dacht dat ik hem wel zou hebben zonder dat ik moest springen. But I have it wrong. Ik weet niet of je het hoort, of je die klikjes hoort, want ik heb natuurlijk ook de... Leg je. Ik heb natuurlijk ook de game audio aanstaan. Maar hij maakt iets meer geluid dan Scuf. Dat wel, want Scuf hoorde je amper, maar... Weet je, het werkt. Als jij geen 180 euro aan Scuf wil uitgeven, wat ik snap... Is Dark Controller gewoon super chill, want punt 1, als er iets meer is, kan je hem binnen de, het is in Nederland. Dus het is veel makkelijker opsturen dan naar Scuf in Engeland. En nou, dat is natuurlijk gewoon super chill, vind ik. Want wat is nou chiller dat je misschien in 1 week terug hebt, of in een maand. Even met specials in kalm, want dat kan ik nou ook weer doen natuurlijk. Oh, wat heb ik geluk daar zo, trouwens. Maar dat was dus de voornaamste reden waarom mijn Scuf kapot was. Ik kon geen specials meer inkallen. Komen er nog mensen hier? Ben je... Gozer! Are you kidding me? Hij zat me gewoon heel de tijd daarop te wachten. Echt waar, met een Kuya Silenced ook. Fucking bastard is het ook. Maar ja. Vanaf nu speel ik dus gewoon lekker met een Dark Controller. En niet meer met mijn roze Scuf. Ik had toen tijd ook een roze Scuf, omdat ik een roze as gehad. En nu heb ik gewoon een zwarte controller. Die ook nu bij mijn nieuwe headset past. Vandaar dat ik het gewoon ook chill vind. Want Scuf heeft bijna geen zwarte controller. Het is allemaal kleurtjes. Ze hebben wel één zwarte controller, maar die is steeds uitverkocht, laat maar zeggen. Maar ja, weet je. Scuf is ook wel gewoon een goed bedrijf. Het is echt een heel groot bedrijf, maar ja. Dark Controllers kan natuurlijk ook heel groot worden in Nederland, want dat is hier nu al. Dus dat is gewoon echt super chill voor me. Ik ga niet echt lekker, want ik heb geen concentratie, omdat ik echt fucking ziek ben op dit moment. Maar ja.
Hé, hey, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb by the way wel... Vanavond ga ik live by the way met deze controller. Dus als je maar wil zien shinen, live. Kom dan vanavond even kijken op mijn Twitch. Twitch staat hier beneden in de beschrijving. Ik upload ook een video als ik live ben vanavond. Dus kom gezellig kijken, zou ik zeggen. En ja. Oh, doe misschien wel mee. Dus wie weet. Ik doe mijn UAV er even in zo. Zie maar de enemies lopen natuurlijk. Staat deze AFK? Wat doet hij? Teammate die knifed hem even met zijn Ripper specialist. Kan hij by the way ook weer voor Hero spelen gelukkig. Daar ben ik wel blij mee. Dat kon natuurlijk niet, want ik kon geen specialist inkallen. En dat kan nu wel weer. Dus I am happy. Thanks teammate voor de safe toe. Hij komt hier. Oh, ik heb hem. Wauw, mijn fucking teammate heeft hem ook nog. Hè? Ik schoot sowieso veel meer kogels op hem. Maar ja, het zal wel weer aan mij liggen. Oh, zit er een veldje in mijn oog. Doei. Ja, ik ga jou niet challengen, man. Ik ben er klaar mee. Dag. Ik heb geen flak jacket. Fuck. Ik moet echt flak jacket aanzetten, maar ja. Dan kan ik geen ghost meer gebruiken of iets anders. En dat is wel het voornaamste deel op deze klas. Dus dan moet ik met een andere Q-da-klas gaan spelen. En daar dan gewoon die challenge op laten staan. En dan accepteren dat de enemies ghost hebben. Of een UAV hebben. Oké, let's go. Ik heb een triple final kill cam. Jongens, mijn mening van de Dark Controller is op dit moment echt gewoon fucking positief. Ja. Ik weet niet wat ik voor de rest meer over moet zeggen. Hij werkt gewoon super lekker. Zoals je hoort. Je hoort het wel een beetje, maar ja. Het maakt niet uit. Het is fucking lekker om hem ook in te klikken. Want het is, je hebt heel weinig nodig. Maar ja. Ik bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een blauw duimpje omhoog achter. Follow Dark even op Twitter. En dan zie ik jullie bij een andere video, jongens. Doei!